Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aert. Vandaag krijgen we de snelheid met afglijden. Als f van t met t de tijd de baan is van een object, bijvoorbeeld een muntstuk, ja, dan is de opbrekingssnelheid van het muntstuk f van t, v van t. De snelheid is de afglijden van de functie. Bijvoorbeeld, we gooien een muntstuk op. Ja, een muntstuk, als je het opgooit, vormt dan een parabolische baan die eerst naar boven en naar beneden gaat. Hier voorgesteld op de tijd. En de functie daarachter is f van t is dan bijvoorbeeld min 5t kwadraat plus 3t plus 2. Waarom min 5? Omdat je een bergpagon moet hebben. Ja? Die plus 2 op het einde betekent dat je begint op hoogte gooien van hoogte 2. Ja? En dan krijg je deze formule hier. We gaan nu op elk ogenblik, op een bepaalde ogenblik, de snelheid berekenen. Hier, punt 0,2, wat is de snelheid? Wat is de snelheid? En die punten kan de snelheid berekenen. Ja? Daarvoor snelheid berekenen, moet je afglijden berekenen. Afglijden van f van x van t is v van t, is gewoon de functie afglijden. Dan krijg je min 10t plus 3t. Dus min 10t plus 3. De afglijden is je v van t, je snelheid. Even een rood aanduiden, dat is de snelheid van het object op elk moment. We gaan nu berekenen naar 0,2 seconden, 0,8 wanneer je op de grond valt. Met 0,2 seconden moet je gewoon je v invullen, 0,2 invullen in de snelheidsfunctie. Dus dat betekent f accent van 0,2 berekenen. Functies berekenen, dan krijg je 2. Min 2 plus 3. Ja, als je invult, krijg je de waarde 1. Dat betekent, op het moment 0,2 ja, heb je snelheid van 1 meter per seconde positief. Dat betekent stijgt. Je stijgt met 1 meter per seconde. Ja, dat is de snelheid. Ja. Nu, bij 0,8 heb je dalen. Dus als je 0,8 invult, v van 0,8. Ja, dus f accent van 0,8. Als je uitwerkt, krijg je dan min 8 plus 3. Ja, min 10 van 0,8 wordt min 8 plus 3. Is min 5 meter per seconde. Hier heb je een negatieve waarde, dat betekent je daalt. Het daalt met 5 meter per seconde. Dus je daalt inderdaad naar min met 5 meter per seconde. Ja, het daalt. Nu, we gaan ook berekenen met welke snelheid val je op de grond. Valt het muntstuk op de grond om. Ja, daarvoor moet je een nulpunt berekenen. Dat punt is het nulpunt. Ja, daarvoor moet je de vergelijking f van t oplossen. Min 5t kwadraat plus 3t plus 2 is 0. Dus ik ga oplossen min 5t kwadraat. Plus 3t plus 2 is 0. Ja. Dat is een kwadratische vergelijking. Je zal twee nulpunten hebben. Eentje voor de x-as die niet meetelt. In een vraagstuk. Wel, wiskundig met het vraagstuk. En een tweede punt. Dus bereken d. D zal worden. 9 plus 40 is 49. Ja. Dat betekent twee nulpunten. 79 kwadraat. Eerste nulpunt ja, is dan min 3 plus 7 gedeeld door min 10. Dus min 3 plus 7 min 10 geeft u de waarde min 4 tweede. Ja. Dat is een negatieve waarde, dat is het punt voor de x-as, die telt dus niet mee. Je hebt dus min 4 tot 10, dus min 2 vijfde, ligt voor de x-as, telt dus niet mee. Dat is dat punt hier, dat niet meer in het vraagstuk. Wat wel zoek is met tweede oplossing, min 3 min 7 tot min 10. Dan krijg je min 10 tot min 10 is 1. Dus dit is na 1 seconde. Zal je voorwerp je muntstuk op de grond vallen. Wat is de snelheid op het ogenblik? Daar moeten we v van 1 berekenen. V van 1 is gewoon min 10 van 1 is min 10 plus 3. Is dus min 7. Dus dat betekent, je valt op de grond met een snelheid van 7 meter per seconde. Negatief betekent, je valt naar beneden, je valt inderdaad op de grond. Dus de snelheid na 1 seconde zal zijn 7 meter per seconde. Ja. Inderdaad, je valt naar beneden 7 meter per seconde. Dat is de snelheid afglijden als f van t de baan is. Dan de ogenblikkelijke snelheid, de afgeleide van de functie v van t. Dat kun je breken op verschillende momenten enzovoort. Dank voor de aandacht de volgende keer. Nog elke hartelijk bedankt om te kijken. Dag.